dat moreel appel wat gedaan is in de gemeenteraad, gemeenteraad breed, dat gevoel was ook al aanwezig toen ik 6 jaar geleden aantrad. Toen de havenbedrijf werd verzelfstandigd. Toen al hebben we met elkaar besloten, de havenwethouder en ik, om 20% lager te zitten dan wat normaal gebruikelijk was voor dit soort functies. Dat hebben we volgehouden. We hebben 6 jaar lang dat salaris ook niet laten stijgen. Mijn salaris en van mijn collega's. En we zitten nu nog steeds 15% lager dan wat gebruikelijk is voor dit soort functies. Dus ja, ik heb daar ook geen gewetensprobleem mee. Want we hebben dat morele appel al 6 jaar geleden ingevuld.